Normaal had ik maar één knol per plant aan van de zaailijnplantjes. Die komen dan per populatie bij elkaar in een bakje. Nu had ik 2 jaar geleden een populatie van bio-impulsen gekregen met het verzoek om hier voorzichtig mee om te gaan. Bio-impuls is een gezamenlijk kweekprogramma van de WUR, Louis Balk Instituut en de kweekbedrijven. Om sterke rassen te ontwikkelen die liefst geen chemie nodig hebben. Deze kruising komt uit redelijk wild materiaal, gekruist met Solanum multi-interruptum. Met de reden om nieuwe resistentiegenen in te brengen. Ik heb hier direct 3 knollen per zaailijn aangehouden. Deze zijn direct geselecteerd onder behoorlijke phytofthora-druk. Hier in januari vorig jaar. Twee knollen gepoot op mijn proefveld. En ook 1 knol op mijn phytofthora-proefveld. Hier de oogst van de aparte planten. Onder en boven iedere keer dezelfde kloon. De overeenkomst tussen de planten waren beter als dat ik gedacht had. Dus deze komen allemaal uit 1 kruising. Dan dezelfde serie nog een keer op mijn phytofthora-proefveld. De knollen waren redelijk sterk, maar er waren maar enkele die geen aantasting van phytofthora in het loof hadden. Alles nog eens serieus bekeken te hebben en de slechtste partijen en de vatbaarste weggegooid. Heb ik uit de 100 zaden van 2 jaar geleden nu nog 11 over. Die de tweedejaarskloon ingaan. En natuurlijk ook weer op phytofthora getoetst worden. Bedankt voor het kijken.